Een goede middag. Goedemiddag. Jij kan mij helpen aan pillen. Dat klopt. Het zou booming business zijn tegenwoordig. Wat weet je daarvan? Ja, ik denk dat er wel veel mensen geld mee verdienen. Want er is veel vraag naar? Moment wel. Zeker met de nieuwe alcoholwet. Mensen die nog op 18 pas mogen drinken. Mensen gaan toch wat andere dingen zoeken. Drank wordt steeds duurder. Pillen, 5 euro per stuk. Kun je heel nacht op feesten. Dus ook kids onder de 18 die daar... Meer dan genoeg, denk ik. En wat zie je dan? Wat, is het vooral ecstasy of neigt het ook naar andere middelen? Het meeste wat verkocht wordt is nog steeds wel ecstasy. Dat is de populairste drug? Ja. Dat is het meeste bekend, denk ik, ook bij die gasten rond die leeftijd. Mm. Kun je dat verklaren? Waarom is het een populaire drug? Het is iets nieuws om te proberen. Het verlegt je grenzen. Mensen worden minder verlegen door, meer energie, kunnen heel nacht door. Je denkt heel snel aan een criminele organisatie als een heel donkere mensen die eigenlijk alleen maar 's nachts buiten leven, bij wijze van. En die alleen maar illegale dingen doen. Is dat een correct beeld? Of? Ja, bij veel grotere hoeveelheden wel. De mensen die natuurlijk de 1000 weer verkopen, dat zijn natuurlijk wel wat grotere namen. Maar degene die 1000 inkopen is vaak voor doorverkoop. Of voor zelf wat winst te kunnen maken. En waar komen die pillen vandaan? Is dat Nederland of komt er... Nederland. Er gaat heel veel naar het buitenland toe, maar er wordt weinig in het buitenland gemaakt. Ja. Wij zijn producent hier in Brabant. Er wordt wel veel geproduceerd in Brabant. Ja, enig idee hoeveel er rondgaat in Brabant? Aantallen zou ik eigenlijk niet weten wat er rondgaat. Ik denk flink wat. Er wordt flink wat gefeest, iedere week al festivals. In de grote steden wordt er gewoon tijdens het uitgaan gebruikt in grote clubs. Altijd. Het zal denk ik altijd wel blijven. Merk je dat het meer wordt? Ik denk wel dat het in bepaalde zin meer wordt omdat de kwaliteit weer omhoog is. En hoeveel verdien je daar per maand aan? En hou je dat bewust klein of... Ik hoef geen grote naam, ik hoef er ook niet de problemen ervan te hebben. Ik verkoop het en voor mezelf een leuk zakcentje erbij. Ik kan er wat aan verdienen en kan zelf aan feesten. Ja. Het is leuk om erbij te doen. Er zit ook een bepaald soort kick in. Ja, vind je het spannend? Af en toe wel. Tenminste, spannend. Het is altijd wel leuk als je weer wat goeds hebt kunnen regelen. Ben je bang om gepakt te worden? Nee. Nee. Want het is makkelijk om het goed te doen? Je weet nooit wanneer je het goed doet, hè, want je weet nooit hoe ze zoeken. Maar ik bedoel, als je niet verdacht maakt en geen grote partijen neerlegt, is niks aan de hand. Jij verdient een paar honderd euro per maand mee. Hoe vaak gaat zo'n pil over de kop? Waar wordt die voor geproduceerd? En, wat komt er uiteindelijk bij de grote man? Ja, soms denk ik als je op feesten koopt dat de pil wel in totaal vanaf drukken weet ik niet precies hoeveel het kost. Maar ik denk dat je misschien wel 10 keer over de kop gaat als je echt koopt op een feest. De mannen die hiervan leven, de bazen, worden hier flink rijk van. Die kunnen hier flink rijk van worden. Ken jij de mensen die hierachter zitten? Degene die hier het meeste geld aan verdienen? De grote namen niet. Ik weet wel waar ze zijn, tenminste waar ze vaak vandaan komen. Ik wist in welke stad of dorp, maar bij naam of woonlocatie ken ik ze niet. En is dat omdat je het niet opzoekt of houdt de keten het zo vaak? Ja, ik ga er zelf ook niet achteraan. Ik schiet er niks mee op als ik weet waar ze wonen, wie het zijn. Ik kan mijn spullen krijgen wanneer ik wil. Je houdt het puur voor jezelf? Ik houd het voor mezelf. Ja. Ben je ook bezig met de gevaren voor anderen in die zin van... En lange termijn heeft het wel schadelijke effecten, dat spul. Lange termijn heeft het schadelijke effecten, maar de mensen die ik verkoop zal nog nooit op lange termijn zijn, want zoveel doe ik het niet. En ik hoop voor die tijd er ook zelf al mee gestopt te zijn met verkopen. Kijk, het is nou leuk omdat ik nog op school zit, maar als ik straks een baan heb, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Hou je ermee op? Hou ik ermee op. Toch nog even over over rages. Er zijn op bepaalde momenten in het jaar ook verschillende pillen te kopen die dan actueel zijn, qua festivals en zo, toch? Ja, klopt. Noem eens wat voorbeelden? In de Defcon, dat is een groot festival in Nederland, worden vaak Defcons gedrukt.
We zijn oranje geweest, volgens mij ook blauwe. We zijn momenteel wel pillen met het Decibel logo, blauwe. Ja, noem maar op. Voor ieder feest kan wel een pil gemaakt worden. Precies, ze houden er wel rekening mee. Ze houden er wel rekening mee. Ja, het verkoopt leuk, staat leuk voor die mensen op een feest. Klinkt stom, maar het is een marketing. Ja, er zit een hele economie- en marketingplan achter bijna. Dat kun je wel zeggen, ja. En wordt er dan ook echt naar gevraagd? Doe mij een defconnetje. Als mensen weten dat het goed is en ze zijn te krijgen, dan zullen mensen er wel vragen, ja. Wanneer was je laatste deal, laatste handeltje? Laatste handel, denk ik anderhalve week terug nou. Hoeveel was dat? 50 stuks. Dan loop je toch wel even met een flinke zak in je binnenzak. Kom ze halen of ik breng het. Ja, mensen weten toch niet, als ik over straat loop, dan zullen mensen nooit zeggen van, goh, volgens mij heb jij pillen bij.